Redacteur Marjolein gaat iedere week op bezoek bij huishouddeskundige Emiel Bode met een vraag van de kijker. Welkom bij De Vraag Van. Erwin den Hartog uit Goes. Hey Marjolein. Jij dacht zeker leuk om vrije middag te hebben, hè? Oh, het is heerlijk. Dacht het is zo fantastisch hier. Ik dacht het niet, want ik heb een brief van Erwin den Hartog uit Goes. Erwin den Hartog. Die heeft een dochtertje, ja, want ik heb ook nog dingen bij me. Uh-huh. Die heeft een dochtertje en dat dochtertje die speelt graag buiten en die heeft dus allerlei grasvlekken in haar broek. En Erwin weet niet hoe die eruit krijgt. Ik ook niet. Dus ik heb een wit t-shirt meegenomen. Zo. Ja, helemaal spierwit. Ik dacht, daar kunnen we samen eens uit gaan proberen hoe dat nou zit met die vlekken. Gaan we de vlekken opmaken en dan kan jij me uitleggen hoe we ze allemaal schoon krijgen. Wat dacht je daarvan? Doen we het eens een keer anders deze week. Maak jij zelf veel vlekken eigenlijk in je eigen kleren? Heel weinig. Ik ben altijd smoezelig, echt waar. Op het witte t-shirt van Katoen. Olijfolie is een lastige rotvlek. Ja, je hebt er een mooi olijfolievlekje van gemaakt. Dan gaan we naar vlek 2. Dat is al een hele lastige vlek. Er zijn mensen die zeggen dat die alleen met pure alcohol verwijderd kan worden. Dat is de bekende grasvlek. Derde is barbecue saus. Dat is wel een gigantische vlek. En er zit dus heel veel... Mag ik hem er even dabberen? En er zitten weer heel veel tomaat in. En tomaat is een... Daar maak ik er gewoon een hartje van, zo. Ja, jij kan het veel beter. Tomaat is een hele lastige rotvlek. Zeker als die ingedroogd is. En al deze vlekken zijn straks ingedroogd als ze de wasmachine ingaan. Ik heb niet meer genoeg, anders kan ik er nog Emiel en Marjolein bij zetten. Zou kunnen, ja. Vierde vlek is naaimachineolie. Gegarandeerd zuur en harsvrij. Dit is waarschijnlijk al 40 jaar oud. Van Kroon, maar het is nu bijna op. Het is weer een hartje. Oh nee, het is een poesje. Roomboter. Ja. De vlek zit erop, dat is nummer 5. 6 is ook een hele lastige vlek, dat is mayonaise. De lastigste vlekken zijn dus eigenlijk vetvlekken, want dit is allemaal vet. Ja, mayonaise is natuurlijk ook weer vet. Nou ja, tomaat is ook een lastige vlek, dat is toch niet zozeer. Zal ik even knijpen, want... Ja, knijp jij maar. Zo. Oh, Jezus Christus. Ah, als je vlekken maakt, moet je toch goed doen. Ja, dat doen we heel goed, ja. Dan hebben we vlek 7 en dan ga ik voor de grove naturel mosterd. Ik doe het gewoon met mijn vinger, die zijn me vergeven. Ook soms een vervelende vlek, mosterd. Veel zuur zit erin als ik het goed heb. 8. Next. De bekende. Rode wijn. Een hele bekende vlek op tafelkleden en dergelijke. Op broeken. Ah, die tannine, hè? Dat is echt dodelijk. Ja, nou ja, als je er snel bij bent, is een rode wijnvlek makkelijk te verwijderen. En dan hebben we de laatste vlek, maar dat heb ik toevallig niet. Wat wil je? Lipstick. Nou, dat heb ik natuurlijk, hè? Heb ik? Tuurlijk. Dat is dan de 9e vlek als ik het goed heb. Het is wel even long-lasting lipstift, dus dat wordt een hele moeilijke ding om eruit te krijgen. Long-lasting, oh. Long-lasting, ja. Wat zullen we erop schrijven? Is het nou met L-E of met I-L? I-L-E. Ja, I-L-E. Rijn. Zo. Oké. Okay. Nou, dit is een kunstwerk dat Picasso had kunnen bedenken, alleen dat was het meer waard. Het is een prachtige kleurnuances. Dit gaat gewoon... in de wasmachine. 60 graden. En dan gaan we kijken wat met gewone middelen welke vlekken overblijven. Wat denk jij? Welke blijven er volgens jou over? Tomaat. Naaimachineolie. Ik denk mayonaise ook. Ik denk dat de... Alles gewoon. Nee, niet alles. Ik denk dat die wijn er wel uitgaat. Dit gaat er waarschijnlijk... Ik denk dat dit is long lasting, hè? Ja. Als je je lippen smort stift, zit er s'avonds nog op. Ja, nou, ik denk dat het meeste toch wel uitgaat. Met een fles wijn? Dat is goed. We wedden bij deze om een fles wijn. Hand erop, hè? Ik zeg dat ze er allemaal uitgaan. Kijk, dat zijn onze getuigen, hè? Dat is even duidelijk... Ik zeg dat ze er allemaal uitgaan. Ik weet zeker van dat niet. Dat het een hagelwit t-shirt weer wordt en jij zegt van niet. Nee, dan moet niet stiekem dan even een andere gaan kopen, Nee, ik zal eerlijk blijven. Oké. Okay. Marjolein, 9 verschrikkelijke vlekken hebben we een paar weken geleden gemaakt in dit t-shirt. Ik vind het er best gewoon uitzien. Ik ben bang dat ik die fles wijn jij dacht dat ik er niet alles uit kreeg. Ja. Ik dacht het van wel. Het is 2 keer gewassen op slechts 60 graden met een beetje Finish Oxygel. Ik heb geen andere producten gebruikt. En het resultaat is als volgt. Ja, laat zien. Ik kan niet wachten. De spanning wordt met weer. Hey. Ja, nee. Ik geef het toe. Je hebt gewonnen. Hier met die wijn. Of schoon. Ik het resultaat heel erg goed vind. Ik weet niet precies. Ik denk dat dit is... Volgens mij is het hier de mayonaise. Dit was de mayonaise.
En dit was, even nadenken... Een lipstift. Nee. Lipstift was hier, ja. Het is raar dat het niet rood is. Een beetje lipstift is nog blijven zitten. Misschien dat het een derde keer of met een speciale vlekverwijderaar weggaat. Ik vind het resultaat toch heel bijzonder. Maar je hebt de fles wijn gewonnen. Ja. En die schenk je graag, want ik heb bij de Chinees sambal bij gekregen. En volgens mij is die van een voortreffelijke kwaliteit. Ik ben er ontzettend blij mee. Heeft u ook een vraag voor huishouddeskundige Emiel Bode? Stuurt u dan een e-mail naar devraagvan@telegraaf.nl.